Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Even met een videootje tussendoor. Ik heb natuurlijk gisteren op The Kingdom heb ik invites uit willen delen voor Atla. Allemaal helemaal mooi, allemaal super, allemaal tof. Ik heb heel veel coole reacties binnengekregen via Twitter. Echt super bedankt. Maar er zijn mensen die gebouwen jatten van anderen. En hoe doen ze dat? Waarschijnlijk gaan ze naar Google of naar een of ander Minecraft forum. Daar downloaden ze een hele coole map. Daar maken ze een screenshot van. En zeggen van, kijk, heb ik gemaakt. Cool hè? En dan sturen ze mij die foto op. Wat denken zij dan? Dat ik dan ga denken dat zij dat echt gemaakt hebben. Allemaal heel fijn. Allemaal heel stoer. Maar ik heb dus nu ene Max in de Twitter. En hij is zo overtuigd dat hij iets gebouwd heeft wat zo ontiegelijk groot en zo ontiegelijk cool is. Dat ik gewoon niet geloof dat het echt is. Dus we gaan eens even in zijn servertje kijken. Want hij heeft speciaal voor mij heeft hij die map in een server gezet. Wauw. We gaan eens even kijken jongens. Ik zit hier trouwens onder water. What the fuck is dat? We gaan gewoon eens eventjes kijken. Ik ben heel benieuwd. Kijk, daar komt hij hoor. Wauw. Dit hebben dus twee jochies van 12 gemaakt. Yeah, right. Ik geloof hem direct, Max. Ik geloof hem direct. Mag ik meteen eventjes... Oh, wacht. Ik krijg meteen fly mode van hem. Dat is fijn. Hoppakee. Oh, dat hebben ze dus niet. Game mode 1. Vacuum off. Werkt ook niet. Wat heb ik daar nou aan? Potverdorie. Ah, kijk. Ze krijgen het, zelfs van ze. Dat is aardig. Nou, let op jongens. Even time day. Kijk of dat werkt. Slash time. Set. 1200. Dat is op de dag geloof ik. Ja. Kijk. Dit krijg ik dus binnen. Hier krijg ik dus foto's van. Dit hebben jongetjes van 12 hebben dit gemaakt als Kingdom Invite. Die is er trouwens nog een hele grote boom bovenop. Jongens, als je dit soort dingen doet, lieg niet zo overduidelijk. Dit is gewoon echt super lomp van je. Dit ga ik dus niet geloven. Dit kan gewoon niet. Dit is gewoon keihard liegen wat je doet. Dus Max, als je deze video kijkt, je kans om ooit nog op de Kingdom te komen. Die zijn bij deze officieel verkeken. Ik hou er niet van als mensen tegen me liegen. Jammer jongens, dit is niet de bedoeling. Jongens, als je wel een echte map hebt gemaakt, waarbij je echt zelf aan de slag bent gegaan. Dan wens ik je heel veel succes. Dan zou ik zeker nog eventjes een fotootje opsturen via Twitter, @Vaconov. En de mensen die geen Twitter hebben, hebben gewoon eventjes pech. Volgende keer weer een andere manier van invites. Maar ik begin dit echt super zat te worden. Dit soort neppe tweets, dingen gebeuren, weet je wel. Wees eerlijk, speel eerlijk, bouw eerlijk, want The Kingdom is gewoon eerlijk. Ja, liegende 12-jarige jochies kan ik niet gebruiken, Max. VacoGamers, bedankt voor het kijken. Laat eventjes een groen duimpje achter als jij ook gewoon originele en echte mensen op The Kingdom wil hebben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij hopelijk een positieve video hier op VacoGames. Mazzel!